Mijn naam is Anna Anastasia Selik. Ik studeer fashion design. Ik ben nu aan het afstuderen en mijn collectie gaat over de manier waarop de media ons beïnvloedt. Ik heb gebruik gemaakt van schooluniformen en daar heb ik een research naar gedaan. En die schooluniformen heb ik in collages verknipt en met moduleren veranderd. En daar heb ik dus mijn eigen draai aan gegeven. Ik vind het best belangrijk dat de manier waarop stof beweegt eigenlijk ook gemanipuleerd kan worden. Dus dat het soms lijkt alsof iets stilstaat, maar eigenlijk beweegt het op dat moment. Dus ik vind het wel spannend om ook te spelen met de manier waarop iemand naar een kledingstuk kijkt. Vroeger, toen ik me ging oriënteren wat ik allemaal wilde gaan doen, wilde ik eigenlijk de politiek ingaan. En toen merkte ik op een gegeven moment dat dat toch niet helemaal was wat ik wilde. Maar dat fashion wel een manier is om al die dingen samen te brengen. Dus vandaar dat ook veel van mijn werk maatschappelijke en politieke thema's heeft.